Nee, ik vind het, vertrouw me, oké? Okay? Ik ga je echt niet slaan, ik beloof het. Je weet je wat, okay. Waarom? Ik geef je mijn meest waardevolle item, de Rini Destroyer. Ja, nee. Voor als borg, zeg maar. Hey, leuk, als ja, borg. Wat leuk is, als ik hier naar beneden val, ben ik dood. Dan ga jij naar beneden. Nee, maar als borg. Dat is mijn borg, oké? Okay? Mag ik wel een waterbucket? Nee, ik heb geen waterbucket. Doe nou maar, vertrouw okay. me nou maar. Oké, okay, mijn intro. Vandaag zijn we weer met Minecraft. Nee, ik moet eerst hallo zeggen. Hallo. Wel enthousiast. Oh, enthousiast. Ja, sorry. En shiften. Ik vergeet dat steeds. Hallo. Vandaag zijn we weer met Minecraft. En vandaag ben ik samen met Walnoot. Abonneer op Just Out. Nee! Hey, hallo en welkom. Leuk dat jullie er weer zijn, jongens. Vandaag zijn we weer in Minecraft. En ik vroeg aan Justin of hij mijn intro wilde doen. En dat ging hartstikke goed. Trouwens, jongens, we moeten ons verstoppen voor Justin. Hij kent de geheime grot nog niet. Snel. Hij kent de geheime grot nog niet. Justin komt eraan. Loser! Loser. Met die spullen kwijtraakt. Er zitten hieronder, maar... Loser. Loser. Auw! Auw. Wow. Nee. Oh mijn god. Oh mijn god, je kilt me oprecht bijna. Oké. Okay. Hallo. Ja, dat vind ik een beetje verdacht, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb je spullen niet, ik heb ze niet. Stop, ik heb niks. Ik heb niks. Jordi heeft ze allemaal, die zei het heel trots nee, nog. Nee, ik heb niks. Jordi was de enige die er was, die zei, ah, en ik heb zijn spullen en zijn XP. Yes, en ik heb al zijn spullen. Ja, maar ik heb het nu net gegeven. Mijn inventory zit bom. Opgepakt. Mijn inventory zit vol met troep. Mijn hoe kan ik het nou oppakken? Steen. Ik kan niks oppakken. Ik heb letterlijk 2 vrije slots. Of Rick heeft het, of Jordi heeft het. Ik was er niet eens. Jij! Vriend, hoe bedoel ik? Oké, kom naar de kist. Let op. Jij we gaan het bewijzen. Ik ga het bewijzen. Pas hier mogelijk nog meer bij. Wat is aan het liegen, bedriegen, alles. Hoe? Ja, maar hoe kan ik heb toch niet? Ik heb toch niet extra inventory slots? Ik heb je al mijn spullen laten zien en daar past niks meer bij. Jij zou me nog een keer helpen, hè? Dat klopt. Je tijd om terecht te muis klikken met mij. Dus wat doen we? Wat is de afgesproken prijs? Weet je wat? Ik sta bij jou in het krijt dan. Je staat bij mij in het krijt? Ik werk toch voor jou nu? Ja, dat is wat je zegt toch? Ik sta bij jou in het krijt. Ja. Jij mag mij dan ook een keer voor iets gebruiken. Nu gebruik ik jou voor dit. En dan wanneer je me nodig hebt, kom ik naar je toe. Stop ik waar ik mee bezig ben, kom ik direct naar je toe. Nu is de tijd. Echt? Heb je eerst mijn villetje gezien? Wat? Hallo. Hey. Oké, waarmee moet ik je helpen, Justin? Wij hadden nog een deal dat ik jou moest helpen. Ja, dat klopt. Ja. Bij hier moet je deze muur. Ja. Deze muur moet. Ja. Even kijken. Ja. 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 Snap je toch? Ja. En dan moet hij, gewoon helemaal uithakken. Helemaal tot daar? Ja. Helemaal uitgehakt? Ja. Oké, dan ben ik zo terug, oké? Okay, dit zijn onze werkkistjes, Jordi. Hier laten we onze spullen en dan kunnen we aan de slag. Alleen de meest waardevolle spullen houdt toch iemand. Ik ook. Anders weet ik dat die aan het eind van de rit weg zijn. Daarom. Laten we even... Jij de andere kant? Ik zocht even... We moeten even het rondje afmaken. Kom, Beacon. Het gaat traag. Kom, ik maak hier even een tafel waar we aan kunnen discussiëren. Wat zijn jullie hier allemaal aan het doen? Moest dit van Justin? Ja. Justin, we hebben een voorstel. Jongens, aan tafel. Aan tafel. Midden. We vonden dat we te traag hakten. Dus Max kwam met het idee, laten we een beacon verzamelen en jij bent nou degene met de Wither Skeletons. Yes, en wij willen heel graag met jou een beacon plaatsen hier, zodat we nog sneller kunnen hakken. Maar dit is een tijd van crisis en een tijd van nood. Dus 3 kingdoms, 4 kingdoms, nou ik zie dit niet echt als kingdom, maar 3 en 3 kingdoms en Rick komen samen hier. Maar zit ik dan ook nog ergens aan vast als die beacon hier staat, dat jullie hem ook mogen gebruiken? Lenen. We mogen gebruiken. Lenen als jij niet online bent. Als je online bent, dan staat hij gewoon direct terug. En je hebt heel veel kijkers, dus het is een goed idee om het nu te doen. Nee, hij blijft dan wel hier staan, hè? Dan helpen wij niet. Beacon, jullie krijgen de beacon, hij is voor jullie, maar wanneer tijden van nood... Wanneer wij terug aan je stoel! We zijn al niet klaar! Sorry. In tijden van nood, wanneer de andere kingdoms, zoals Jordi... Rick. Rick telt niet. Nee. Wanneer wij in tijden van nood zijn, mogen wij de beacon lenen. Alleen, dan moet je wel voor de eigen iron blocks en zo. Ja, nee, we gaan niet jullie onderkant slopen. En borg. Dus als hij niet terug is, dat de borg dan wordt ingenomen. Ja, precies, precies. Ja, we zullen hem nooit in de kist plaatsen, dus je mag hem altijd terugclaimen. In plaats van dat we borg geven. Oké, let's go! Oké, jongens, meet me in Kingdom Tutor als je klaar bent. Oké, ik ben er bijna klaar. Iedereen even je ding doen. Oké, goed jongens, het is zover. We gaan de Wither verslaan, want dan kunnen we een beacon creëren die we af en toe mogen lenen. En binnenkort wil ik ook mijn eigen Wither verslaan, zodat ik ook mijn eigen beacon kan hebben. Maar het leek me wel leuk om dat voor Justin nu te doen. Dan heb ik al helemaal de favor gereturned. Maar daarvoor moet ik even voorbereiden. Moet ik wat spullen bij elkaar rapen. En is het tijd om dat ding in elkaar te slaan. Iedereen is voorbereid, jongens. Ik ben nu ook zelf wel helemaal voorbereid. Ik heb een zwaard, ik heb de Justin Destroyer, ik heb wat water, wat blokken.
Justin neemt de Soul Sand en hij neemt de Wither Schools mee, want daarmee kunnen we de Wither spawnen. Ik zei dat het ondertoe te gaan doen, maar dan ga ik wel even een plekje ver bedenken waar ik dat wil, met, dat hij met geen mogelijkheid omhoog kan om alles hier te slopen. Zo. Waar ga ik er dan? Misschien. Ja, tuurlijk. Mijn leger, zijn jullie er klaar voor? Oorlog is het vandaag! Daar gaan we! Oorlog is het vandaag, jongens! Ja. Let's go! Ja. Heeft iemand de schools meegenomen? Ik niet. Nee. Oh my god. Oh nee. Ja, dat liegt hij. Oké, kom. Let's go! We gaan in de caves van Toeter, de mines of Toeter gaan we. Dit is de plek. Hij gaat alles kapot maken wat we gaan zien. Alles gaat kapot. Oké. Ja, jongens, plaats hem. Het is tijd! Gelijk wegrennen. 1. Rick! Rick! Nee! Nee! Robin! Ik heb geen pickaxe! Oh, plaatstoortjes. Oh, oh my god. Kill hem! Pak hem! Pak de loser! Dit gaat helemaal goed hoor, Robin! Hier! Oh mijn god. Oh mijn god. Oh mijn god. Je moet niet plaatsen. Die toortjes moeten terug. Toortjes moeten terug. Pak hem Justin. Pak hem Justin. Pak hem Jordi. Pak hem Jordi. Oh no! Pak hem Jordi. Waar is hij? Pak plaatstoortjes iemand. Ik zie niks. Oh. Nee! We zijn Robin. Ik was spul. Oh nee. Oh, kom terug. Jongens, kom terug. Nee! We zijn ook dood! Nee! Hij komt deze kant op! Kijk uit! Pak hem! Ja, maar het werkt niet! Pijlenboog! Oké, ik ga hem slaan! Ik heb hem geraakt! Oh mijn god, hij komt deze kant op! Pak hem! Oh, als hij in de caves is, zijn we niet meer veilig! Ik pak hem, jongens! Ik heb hem bijna! Pak hem, Jordi! We zijn sterk met z'n tweeën! Met z'n tweeën zijn we sterk! We hebben hem, Jordi! We hebben hem! Ja! We hebben hem! Oh. Where the fuck is die? Oh. Oh. Waar zijn zijn spellen? Jongens. Die heeft Rick. Rick heeft hem waarschijnlijk. Ja! Jongens. Jij hebt hem niet verdiend. Oh mijn god. Weggeven. Wat een fight. Hij gaat naar de rechtmatige eigenaar. Nee, hou op. We willen even kijken. We willen even naar de prijs kijken. Ja. Nether Star. Wat? Jongens. Dat was nutteloos. We hebben hem. Jezus, wat een werk. Let's go. We gaan hem de rechtmatige eigenaar. Wat een strijd. Er zijn twee mannen overleden. Jammer genoeg was het niet Rick. Motherfucker. Jongens! Oh, wat een strijd. Het is gebeurd. Het is helemaal gebeurd. Niet. Is hij echt dood? Hij is dood, kom. Jordi heeft de star, die gaat, neemt hij mee. Ik weet alleen niet waar hij blijft. Doe even zo kijken. Helemaal niet. Want hij is dood. Ik weet alleen niet waar Jordi blijft, to be honest. Wie heeft de ster? Jordi, maar Jordi is gevlucht met de ster. Nee. Hij heeft jullie verraden. Nee. Jordi, jawel. Hij heeft jullie erg verraden, kom. Er is hoog verraad gepleegd. We moeten terug aan de tafel. Hij heeft ons verraden. Ik heb de Nether Star hem gegeven om te kijken hoe hij eruit zag. Nee, en hij is niet meer terug. Ik weet niet wat van jou is, maar... Jordi, we dachten dat je een verrader was. Nee, ik was helemaal de weg kwijt. Justin, jij hebt mijn spullen. Oh, dit is de tafel weer. Ja, de tafel is gerecreëerd. Jongens, het was een goede strijd. Kan het regen ook stoppen? Regen, stop! Leg de Nether Star op tafel. Wat is de prijs? Dit is hem, jongens. Oké, jongens, dit is onze prijs. Oké, jongens, dit is onze prijs. Oh. Oké, jongens, wederom. Zo. Achter Rick. Oké, jongens, dit is onze prijs. Deze gaat naar Kingdom Opa. Roep ons wanneer je hem geplaatst hebt, dan komen wij terug. Komen wij met alle glorie bekijken. En bij deze is mijn debt aan jou afgeleverd. Jongens, het was een goede strijd. Ja, jullie zijn dood. Jullie hebben goed gestreden. Oké, jongens, tot zover de battle. Ah, was erg leuk. We gaan zo meteen kijken bij Justin en Robin als een beacon staat. Maar eerst is het tijd om eindelijk even een chestroom voor mezelf te bouwen. En ik heb besloten dat ik hem daaronder, de tafel staat er nog, om hem hieronder te bouwen. En dat gaan we lekker met heel veel hout doen. Echter heb ik al mijn hout ook nog staan bij Justin. Weet je wat, ik ga eerst langzaam mijn spullen ophalen, want dit is vreselijk. Oké, de spulletjes zijn allemaal opgehaald. Het is niet heel veel, maar het is wel beter dan niks hebben. En ik dacht eraan om hier gewoon een keer mijn chestroom te bouwen. Het is gewoon tijd dat ik dat poepdingetje een keertje maak. Heeft lang genoeg mogen duren. Het is gewoon zover. Dus dat gaan we dan maar eventjes doen. Ik kan echt niet wachten tot de chestroom klaar is, jongens. Ik kan echt niet wachten. Ik ben zo lang al gewoon met poepkisten aan het spelen. Gewoon het feit dat ik, ja, telkens alles kwijt ben. En ik weet niet of ik genoeg heb van dingen. Ik kan het niet zeg maar in één oogopslag zien. Ik weet nooit waar ik dingen moet vinden. Dan loopt de creeper hier rond. Die creeper gaat dood. Wordt ook nog best wel een grote kamer. En dat is het leuke. Dan kan ik daadwerkelijk ook heel veel kisten kwijt een keertje, weet je. En ik ga in mijn chestroom ga ik natuurlijk ook furnaces plaatsen. Want ik wil niet van gebouw naar gebouw gaan om dingen te doen.
Althans, ik kan ook wel ergens de furnacekamer losmaken. Misschien is dat ook wel interessant om te doen. Dat ik daar ook gewoon een grote autosmelter plaats. Dat is misschien even leuk. Dan hoef ik niet telkens zelf al die troep in mijn kisten te plaatsen en weet ik veel wat. Dit is een beetje de omtrek van mijn chestroom. Ik denk dat ik hier vast ook gewoon wat kisten ga plaatsen. Waarmee ik spullen kan ditchen. Na trouwens, dat doe ik wel als het af is. Dan ga ik mijn kisten pas plaatsen. Het is helemaal uitgegraven. Ik heb die twee laten staan, want als ik een van die weg had, komt er water van mijn farm doorheen. Ik heb echter één probleempje. En dat is bij mijn ingang hierboven. Als ik deze prachtige ingang hier heb, die leidt zeg maar... Dat is een probleem voor de toekomst, niet voor nu. Wat we nu gaan doen is even wat hout hakken, zodat we de muren af kunnen maken daarbinnen. En dan kunnen we zo snel mogelijk alle kistjes erheen plaatsen. En dan heb ik even rust. Hey, kijk, ze hebben de achievement gehaald. Constructor place a beacon. Heel lijp. Dus hij is geplaatst, jongens, de beacon. Er zijn hier, wat, ik weet niet wat dit voor megaboom is, jongens. Maar er is, oh, er zijn echt 3 megabomen naast elkaar gespand. Dit is echt de meest grote boom die ik ooit heb gezien. Ik ga me helemaal ommakken. Hey, jongens, ik ben bijna klaar met deze megaboom. En ik heb volgens mij zoveel hout hieruit gehaald. Ik ga even kijken, hoor. Als ik ze allemaal gehakt heb, dan kunnen we kijken hoeveel er zijn. En het zijn er... Jezus, gewoon bijna 4 stekken uit 1 megaboom. Als het ware, meerdere bomen naast elkaar. Maar ik accepteer het wel. Oh, I'm way back, yeah! Nu alles vol proppen met hout waar nodig... Oh, dat is niet nodig. Waar nodig? Ik doe altijd in dit soort dingen doe ik een beetje hetzelfde concept bouwen. Gewoon palen aan de muren. Een soort dak met funderingen lijkt het wel. Ik weet niet waarom, ik vind dat altijd leuk. Ik kom altijd terug bij dat concept. En normaal zou ik hier hout tussen doen, maar ik denk dat het leuk is omdat mijn hele base al een beetje met stenen zo is, dat ik dat hier ook gewoon weer doe. Anders wordt het ineens zo heel houterig hier binnen. Als het goed is, is Robin of Justin onderweg met wat andesite voor mij dat ik dan kan kopen van hun. Want ik heb wederom niet genoeg, omdat ik gewoon echt te veel gebruik. Trouwens, als mijn chestroom klaar is, kan ik deze hele ruimte hier ook opschonen. En ik denk dat ik dan minder vaak hier terugkom, dat ik hier denk dan alleen terug zou komen wanneer ik een villager nodig heb. En dan als plafond leuk dit. Ja. Kijk, ik denk, ja, dat is leuk. Dan komt het echt wel tot z'n recht. Dan is het niet te houterig met die houten vloer, maar wel gewoon leuk. Tussentijd creëren wij vast even een pad naar daar toe. En dan misschien daar. Daar wacht ik nog even mee. Maar in ieder geval daarheen. Zo, kijk. Leuk pad gecreëerd. Ze willen 25 diamonds. Voor 4 stacks andesite en 3 stacks diorite. Plus bezorgkost. 20 diamonds? Bruh. Hey. Pakketje, DHL. Hey, DHL. Kijk eens aan. Hallo. Kom maar, ik heb een kistje binnen. Doe maar rechtsboven. Rechtsboven. Even kijken. Er staat, stond een factuur open van 10 diamonds en 5 emeralds. Dan gaan we die even pakken. Wat een scam. Gadverdamme. Voor lelijke blokken. Nee, maar dit is met spoedlevering. Ja, dus, oké, spoedlevering. Door de levering, dan vind ik het prima. Daardoor betaal ik het. En late night, dus... Ja, late night levering. Oké, jongens, de levering is gebracht. En nu kan ik het plafond even afmaken. En dan mijn muren. En dan kunnen we de kisten erin doen. Dan ben ik zo vrolijk. Zo, dak erin. Dan gaan de muren erin. Hij is officieel af. Althans, qua opvulling dan. Er is geen plekje meer wat je kan herkennen dat dit ooit in een cave is geweest. Je zou denken van, wat is een beetje een rare muur hier. Maar daar komen natuurlijk gewoon de kisten. Ik denk dat het dus nu gewoon tijd is om alle kisten over te zetten. En dit zijn er al 19. En oh, het gaan er zoveel worden. Dubbel, 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 dubbel. Oh shit, die kunnen niet open. Dus die bovenste moet ik nog even fixen overal. En dan zo. Dus dubbel, dubbel, solo, solo. En dan overal hetzelfde. En dan... Zelfs tot de rand gevuld. Oké, er zijn al heel veel kisten. Hoe ik het dan hier in het midden ga doen, daar twijfel ik nog aan. Ik laat het eerst in ieder geval even tot het randje volbouwen. Oh mijn god, maar ik moet al mijn hout moet ik gewoon spenderen aan kisten. Dus al het hout dat je net zag, ik dacht heel leuk, dat kan ik in de toekomst gebruiken voor nog meer blokken. Maar helaas niet. Oh, dat ziet er niet eens heel lelijk uit trouwens. Ik denk dat ik dit gewoon oprecht doe. Dit ziet er nog best lijp uit, dat die bovenste dan zo anders is. Dat geeft gewoon... Wauw. Kisten zijn geplaatst. Misschien dat ik gewoon voor nu even furnaces plaats op die andere plekken. Ben ik daar namelijk ook gewoon even van af. Ja, ik denk dat dit wel... Voor nu is dit even prima, jongens. Stonecutter en veel en nog wat daar plaats. Even kijken, hoor. En brewing stand. Dat is een goeie. Kijk, want die heb ik namelijk hier staan. Mijn anvil en mijn brewing stand. Ja! Dit vind ik wel leuker zo. Dat het hier zo staat. Ja, dit is leuk. Dan kan ik die gaan hakken. Oh, wat heb ik veel spullen. Dan gaan we nu even sorteren. Het is wel echt een gedoe. Ik ben nu alles aan het overzetten deze kant op. En jezus, wat een spullen heb ik eigenlijk. En nu de rest overzetten. En ik ga je er niet langer mee lastigvallen. Want het is voor jullie waarschijnlijk niks aan om naar te kijken. Ik laat alleen even zien hoeveel kisten het nog zijn. Het zijn ze letterlijk allemaal. Ik ben begonnen met deze. Kan ik nu wel weghakken. En oh mijn god, wat een troep is dit. Oké, jongens. De laatste kisten zijn weggehaald hier. Ik ga zelfs mijn bed en de crafting table weghalen om die ook te verplaatsen. Deze laat ik nog even hier staan, want ik heb geen silk touch om hem weg te halen. Echter heb ik al nog eentje toevallig. Die had ik altijd in mijn ender chest zitten. Die gaan we ook beneden plaatsen. En met de laatste spullen moet ik nu ditchen. Overal waar je kijkt zijn spullen, jongens. Daadwerkelijk overal zijn spullen.
Alleen sommige plekjes zat minder dan de rest, maar dat maakt niet uit. Hier zijn mijn oors, dan denk ik dat ik hierboven mijn netherkist doe. Vervang deze trouwens eventjes voor de ender chest die ik per ongeluk hier heb gestopt. Dan in mijn ender chest heb ik mijn diamonds en mijn emerald zitten. Herplaatsen wij ons bed, maar waar? Dit is mijn nieuwe bedplek. Lig ik lekker bij mijn kissies, lig ik zo, word ik hier ook altijd wakker. Hier en daar nog wat itemvrees, hier en daar nog wat signs. Wie weet verander ik de vloer nog een beetje hier binnen. Het volgende doel is om die kamer daar helemaal netjes te maken. Dat ik daar gewoon altijd als ik naar villages ga, ready ben. En alles gewoon soepel verloopt. Dit is gedaan, dit is helemaal af. Oh, het voelt goed om gewoon een plek te hebben waar ik mijn shit kan hebben. Alleen deze irriteer ik me aan. Ja, dat is beter in het midden één lengte. Ziet er even wat beter uit. Ja, dan is het nu daadwerkelijk klaar. Wat ik net zeg, ik moet alleen nog maar de itemsframes er zo plaatsen. Maar het is gewoon even wat chiller, weet je. Nu hoef ik niet meer telkens daar naar boven en naar beneden als ik gewoon snel ergens heen wil. Ik ga trouwens deze stoelen hier ook weghalen. Het ziet er echt niet uit, het is één grote bende. Maar voor nu wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Abonneer even als je dat nog niet gedaan hebt. Like even. We gaan voor 2.500 likes deze keer. Tot de volgende keer. Spreek later. Glaasje water. Tot ziens. Flesje bier. Doei. Yeah.